zo'n complex beeld. De hersenen, we weten er eigenlijk nog zo weinig van. Dat maakt het voor mij echt een uitdaging. Van, hè, hoe kan dat nou, dat als die persoon daar een zuurstoftekort heeft, dat hij zijn handen niet meer kan bewegen of dat hij niet meer kan zien? Omdat wij natuurlijk in een academisch ziekenhuis werken, zie je hier toch wel de wat ernstige gevallen die binnenkomen. Wij hebben hier op de afdeling veel patiënten met operaties aan hun hoofd, vanwege tumoren of bloedingen. En mensen die geopereerd zijn aan de wervelkolom. Mensen met myasthenia gravis, mensen met MS en ALS. Vaker ook mensen die epilepsie hebben en mensen met Parkinson. Het is niet 9 tot 5 achter je bureau zitten, dat niet. Weet u waar u bent? Ja, Rotterdam, Erasmus. Weet u het jaartal? 2017. Okay. Humor vind ik ook heel belangrijk. Patiënten die waarderen het soms ook als ze een stukje humor van ons meekrijgen. Je kunt je hier blijven ontwikkelen. Kijk, je moet je vakliteratuur bijhouden. Als jij me even opzoekt. Er verandert heel veel in de zorg, in de onderzoeken. Dat koppelen de artsen ook terug aan ons door klinische lessen te geven. Je wordt zeker serieus genomen om mee te denken met nieuwe ideeën. Wij zijn de ogen, de oren van de artsen en wij zien de patiënten continu. Wat voor een patiënt misschien als een heel klein stapje wordt gezien, is uiteindelijk een hele grote stap die hij soms gemaakt kan hebben. En dat geeft me echt een trots gevoel dat ik denk van ik heb het voor elkaar gekregen. We hebben het samen gedaan. Thank you.